kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van Minecraft. Je had het al kunnen raden, we zijn terug in de wonderlijke wereld van Minecraft. Maar even serieus, we moeten nu even serieus zijn, want er is iets gebeurd. Ik was denk ik eergisteren was ik nog op de server online met Sven. Want we gingen even een kijkje nemen bij Lux in huis. Zal ik eerlijk toegeven, hebben we niks gevonden, we hebben niks gedaan. Maar ik kom nu terug, want ik wil beginnen met opnemen. Ik denk, ik begin gewoon rustig in mijn huisje. Gewoon, weet ik veel, ik wil eigenlijk gaan minen. Ik wil op zoek naar diamonds, want ik heb wel armor, maar dat is wat ik heb gekregen. Dus ik heb ook weer niet echt hele goede armor, wel protection 4. Maar ik bedoel... Ik heb gewoon diamonds nodig, dacht ik. Maar ik kom bij mijn huisje aan en wat zie ik op mijn deur? Kijk dit, jongens. Follow the signs. Watch out. Warning. Wat is dit? De enige die op de server kunnen zijn Sven, Luc en Koen. Dus het moet één van die drie zijn. Maar wat hier gebeurt, ik weet het niet. Maar ik zie hier nergens signs omheen staan. Dus ik vraag het me af of er nou echt ja, ergens nog signs staan. Of dat het gewoon alleen dit is, maar dat er nog wel ja, iets komt of zo. Of er moet natuurlijk binnen. Ik weet het niet. Ik ga even binnen kijken, want dat kan ook. Oh, kijk. Like de video als je dit leest. Hey, ik weet niet wie dit gedaan heeft, maar dames en heren, wel even liken gewoon. We gaan dit mysterie gaan we ontrafelen. Nou, dit is een bordje. Oh, hier is ook weer een bordje. Till the end. Wat? Moeten we de nether portal in? Don't be scared. Jongens, dit is zo raar. Ik vraag me echt af wie dit hierin heeft gezet. Want ja, ik niet. Ik ben weer net letterlijk... Ik ben 10 seconden op het server om even gewoon van Luxe huis naar mijn huis te gaan. Nou oké, misschien iets langer dan 10 seconden. Ik moest mijn opnames klaarzetten. Maar ik heb dus niks gedaan. Ik ben niet online geweest. Ik heb niet gespeeld tussendoor. Ik heb niks gedaan. Want ja, anders hadden jullie het wel gezien in een video of zo. Maar it is just the beginning. Moet ik de nether portal in? Hier is helemaal niks. Alleen mijn toortjes, maar die heb ik geplaatst voor mij. Oh, kijk, wacht hier. Already scared? Jongens, wat is dit? Ja, ik ben eigenlijk best wel een beetje bang. Want deze persoon die is gewoon mijn huis ingegaan. Ik denk dat ik hierin moet. Maar ik heb zo'n gevoel dat ergens een trap zit. Dat ik dan gelijk met zo'n tripwire hoek. You will never know what's next. Wat? Is dit het? Ik wil wel trouwens deze kool. Dankjewel voor het vinden van kool. Dit is gratis kool voor mij. Maar dit is... Ik wil echt nu weten wie dit gedaan heeft ook. Ik denk Koen. Eigenlijk als ik moet zeggen denk ik Koen. Maar ja, wel gratis kool. Maar ik weet niet wat het volgende is daarna. Ik bedoel straks, weet ik veel, staat er iemand in ons huis? You will never know what's next. Ja. Oké. Dit is een heel raar begin. Ik had de video zo niet ingeschat. Oké, ik ga dit trouwens ook weer even terugplaatsen. Nou ja, ik laat het denk ik nog wel gewoon staan, die bordjes. Want dan kunnen we er nog naar kijken of zo. Misschien till the end. Stel, iemand heeft bordjes bij zijn eigen huis en die heeft ook van die streepjes erboven. Dan weten we gelijk wie het is. Ik denk dat we namelijk hier wel een beetje ja, op missie moeten gaan om te kijken wie dit gedaan heeft. Want of het is natuurlijk niet Luc, Koen of Sven, maar het is gewoon een of andere gare hacker die in onze server is gekomen. Maar we gaan het zien, want ik heb maar 11 diamonds. Dus ik wil eigenlijk best wel graag diamonds vinden. Want nou ja, nu heb ik ook een diamond pickaxe. Nou ja, ik heb hier nog heel veel iron pickaxes. Oké, die nemen we mee. We nemen ook wat hout mee. We doen gewoon even alsof er niks gebeurd is. Ik denk dat dat wel lastig is, want er is in mijn huis ingebroken. Ik weet niet hoe je je zou voelen in het echt als er in je huis is ingebroken. Ik denk niet zo heel fijn. Maar ja, dit is toch een beetje, weet je, mijn plekje. Dit was mijn safe spot. Ik bedoel, Luc, Koen en Sven die zitten hier lekker. En ik heb hier een beetje mijn veilig plekje, maar helemaal niet dus. Oké, hondjes. Leven allemaal dieren nog. 2 lala's, een paard, een hond en 3 katten. Oké. Top. Alles leeft nog. Alles is leeft. 3 katjes. We hebben er nog 3 nodig. En dan hebben we alle 6 mijn katten. En ik wil jullie trouwens iets laten zien. Ik moet een beetje stil zijn. Want er ligt hier een kat te slapen op bed. Dat zal ik zo wel even laten zien. Maar ik hoop dat deze video voor de rest wel goed gaat. Want de buren zijn aan het verhuizen. Nee, niet verhuizen. Verbouwen. Dus er was de hele dag allemaal boren. En ik dacht van... Ja, zo kan ik niet een video opnemen. Dus is het al een tijdje rustig. Dus ik hoop dat het er niet echt, nou ja, opeens boink het hele... Zo. Ik stoot ook gelijk even bijna mijn camera omver. Maar dat er niet geen één keer boink en dat het hele huis omvalt of zo. Dat zou nog wel wat zijn namelijk. Maar dat het gewoon even rustig blijft. Want dan kan ik heel eventjes kort een video opnemen. Maar Bella ligt dus op mijn bed te slapen. En ik moet daarvoor een beetje stil zijn, want... We leven nou eenmaal in een huis met 6 katten. Dus ja, de katten hebben ook een eigen rol. En die zijn ook gewoon een beetje de baas, zeg maar. Ik bedoel, we leven met de katten. Het is niet de katten leven in ons huis, maar we leven echt met de katten. Maar ik ben wel een beetje uit mijn apropos of zo, hoe noem je dat? Ik weet niet. Ik denk van, oké. Maar laten we, ik denk eigenlijk dat ik hier gewoon... Misschien wel hier naar rechts. Dat ik hier dan de mine wil... De mine? Ik moet het of in het Nederlands zeggen of in het Engels. De mine wil starten. Dat ik denk dat ik dit gewoon even nog soepel een keer ga maken. Omdat je hier dan doorloopt. En dat er dan hier echt... Dat je hier naar beneden kan springen als het ware. En dat je dan in het water beneden komt. En dat je dan gewoon gelijk in de mine bent. Dus laten we dit gewoon uithakken. En ik denk dat we hier trouwens wel vlak onder de oppervlakte zitten. Want je ziet hier gras. Nou, dat is alleen maar aan de oppervlakte en zand en klei. Misschien moeten we nog een beetje verplaatsen. Maar ik denk dat we hier wel gewoon naar beneden kunnen minen. En ik weet ook niet of ik nu in één keer alles weg wil hakken hier. Ik moet trouwens ook natuurlijk wel een manier hebben om weer boven te komen. Daar zit ik nu ook over na te denken. Dat is ook niet heel slim. Ik denk dat ik gewoon eventjes... een emmer water daar neerzet. Zodat ik daar omhoog kan zwemmen nog altijd. Want anders zit ik voor altijd vast daar beneden. En dan kan deze persoon hier... Die kan dan wel komen. Maar ik zit toch verdoemd daar beneden. Dus ik hoop eigenlijk dat ik nog een bucket heb. En dan niet alleen een bucket met lava. Ik denk... Ja, we hebben alleen maar buckets met lava. Nou, die wil ik op zich wel houden. Dus ik maak wel gewoon een nieuwe bucket. En ik pak hier buiten eventjes lekker water. Kijk, oh, nu heb ik... Oh, wacht, hier zit het bordje natuurlijk. Ik wilde even gewoon dit bordje... Ja, ik hou het nog gewoon. Misschien deze warning en watch out... Dat misschien anderen juist wegschrikt. Dus bijvoorbeeld, stel, er zou echt iemand willen komen... Dat die dan nu niet komt. Maar ik ben wel benieuwd wat het is en wat er gaat komen. Want als dit alleen het begin is... Dan denk ik dat we best wel een groot probleem hebben. Dan denk ik niet dat we hier morgen klaar mee zijn. Ik denk dat dit... misschien moet ik gewoon een hele bunker gaan bouwen. Over een bunker gesproken. De eerste reactie in de hele serie die een eigen spotlight krijgt is deze reactie. En die is van... Oh, nu heb ik natuurlijk ook weer goede voorbereiding. Dus ik heb de reactie niet klaarstaan. Ik moet hem even opzoeken, denk ik. Kijk, ik weet eigenlijk niet wat het met een bunker te maken heeft. Maar... heel veel mensen van jullie zeiden wel dat ik een bunker moest maken in de iglo. Nou zou dit ook wel een goede optie kunnen zijn nu voor die persoon die iets op ons gemunt heeft. Want dan hebben we gewoon een schuilbunker en dan ja, zitten we daar gewoon veilig. Maar Lolo Playz had een reactie en die zei: maak een glijbaan vanaf de iglo helemaal beneden in het water. En ik denk oprecht dat dat echt een heel leuk idee is. En het mooie ervan ook nog is dat we dan... dat is zeg maar aan de buitenkant van de iglo. Dus de binnenkant kunnen we nog steeds iets anders doen. En dit valt echt heel ongelukkig. Maar dat dan, als we dat aan de buitenkant bouwen, dan kunnen we gewoon binnen nog steeds een bunker maken of iets. Maar dan kan je er gewoon bijvoorbeeld weggaan door middel van een glijbaan. En dat lijkt me wel echt heel ziek. Ik denk dat dat een heel leuk idee is. Alleen moet ik natuurlijk eventjes gaan kijken hoe we dat gaan bouwen. Want dan hebben we silk touch nodig en ik weet niet... Ja, dan moet ik enchanten en dan moet ik ijs hakken. Dus ik weet niet of je daar heel makkelijk aan komt. Maar ik denk dat dat wel een leuk idee is. En ik zit compleet hier te klooien. Ik weet echt niet wat ik hier aan het doen ben. Dit water, verschrikkelijk. Ik ga eventjes... Kan ik dit opnieuw plaatsen? Ik moet eigenlijk gewoon zorgen dat het gewoon in één keer naar beneden gaat. Ik denk dat ik... ja, hoe ga ik dit nou goed aanpakken? Ik denk dat ik gewoon... Eventjes zo als een soort trappetje naar beneden gaan bouwen. En dan vergeet het water maar. Want dat is echt absoluut het verschrikkelijkste plan wat ik ooit heb gemaakt. Echt. Dit is weer typisch zo'n actie van mij. Ik denk zo, ja, zo gaan we goed. En we hebben ook een minimap. Dus nee, we zien alleen de monsters. Ik zie geen caves erop. Oh, dat kan ik sowieso niet zien. Hé, hey, Kool. Welkom, Kool. Ik ben eigenlijk zo arm dat ik nog steeds kool nodig heb. Ik bedoel, op een gegeven moment dan heb je zoveel kool... Dan heb je fortune natuurlijk. Nou, dan hoef je het gewoon niet meer te hakken. Nou ja, in die fase zit ik echt nog niet. Ik heb het nu zeker nog wel nodig. Ik zou niet eens weten hoeveel ik heb namelijk. Want we moeten ook nog een opslaghuis bouwen. Oh, kijk, een cave. Hé, hey, dit is eigenlijk wel waar ik... Oh, creeper. Nee, creeper opbokken. Ja, val maar naar beneden. Oh, eigenlijk is dat helemaal niet gunstig. Oh jawel, ik kan je hier raken. Kom maar. Kom maar. Oh, gunpower. Super chill. Want dat heb ik echt nodig. Want sommige mensen zeiden ook van ja, je kan met een bed naar de nether gaan en netherite zoeken. Oh, jemig, ik schrik me kapot. Doe normaal. Dat kan, maar met een bed is er maar wel onhandig. Onhandig gewoon en dan ontploft. Maar daar op jezelf kan je niet heel veel afstand van nemen. Dus dan heb je grote kans dat je zelf in de ontploffing komt. Dat je in de fik staat. Dus als ik TNT kan maken, is dat denk ik wel wat handiger. En ik weet trouwens niet of deze cave naar iets... Oh, dit is een mooie ruimte. Ik denk dat we gewoon een goede cave hebben gevonden. Ik ga hier trouwens het kool nu wel laten liggen. Want ik heb ook eigenlijk totaal geen zin om allemaal kool te minen. Eigenlijk was ik van plan om gewoon de mine te maken. Maar ik ben alweer afgeleid. Ik zit nu in een prachtige cave. Dus daar blijven we ook nog maar heel even. Want dit loopt nog meer door naar beneden. Ja, kijk. Ik weet niet welk niveau zitten we. Oh, we zitten nu op 30. Kunnen we dan al echt loot vinden? Ik weet niet of we dan al gold en zo kunnen vinden. En lapis. Want ik denk dat ik lapis ook nog wel nodig heb voor de enchantments. Maar ik denk diamonds dat we die niet hier gaan vinden. Bok op, zombie. Ga lekker in de zon staan. Maar vergeet geen zonnebrand op te... Nou, schei uit joh. Waar komen jullie allemaal vandaan? Pak aan. Klap voor je kop. Dat is wat je kan krijgen. Oké. We gaan hier door. Het gaat... Ja, dat gaat naar beneden. Ja, ik laat dat iron... Ja, oké, ik neem het wel mee. Ik neem het wel mee, want ik heb het nodig. Maar ik wil diamonds. Jongens, de missie is diamonds. Hier verder. Oh, weer iron. Het stikt van iron in deze cave. Het is echt niet normaal. En gravel. Ja, oké, ik heb geen zin in dit gravel gezeur. Oh, en een skeleton. Waar is mijn shield? Oh, hier. Hier, pak aan. Schiet dan. Ja, lekker. Bijna op jezelf. Doe je goed. Oeh, dit gaat heel ver naar beneden. Jemig. En nee, zeg niet. En hier houdt het op. Dit was het. Dit is zo'n anticlimax. Een heel belovende cave. Heel veel iron. En dan eindigen we in het water. Dat kan je toch niet menen. Dit is, ja, dit is jammer. Wacht hier. Oh nee, dit is ook niks. Ook moet eten trouwens. Ik heb trek. Maar ik denk niet dat we hier dan verder nog echt heel veel gaan vinden. Dus, want ik weet niet eens meer waar ik vandaan kwam. Oh, dat is echt erg. Ben ik nu al verdwaald? Ik heb letterlijk niks gedaan. Zo, al die iron hier. Oh. Eigenlijk, dat is het voordeel van toortjes plaatsen. Is dat je eigenlijk niet verdwaald raakt. Maar ja, ik weet niet. Toortjes, heb ik toortjes? Oh, ik heb gewoon toortjes. Waarom heb ik die niet geplaatst, joh? Het is gewoon heel licht. Maar dat zal waarschijnlijk weer in mijn settings... Oh, fijn, creeper. Het zal waarschijnlijk in mijn settings weer... aanstaan. Huh, ik zie die skeleton, die is met iets anders aan het vechten. Er zijn hier twee skeletons aan het vechten. Fight, 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 fight. Wie wint er? Kom op. Is het Bob of is het Henk? Kom op, jullie kunnen het. Win. Win. Ah, het is Bob. Hé, en nu keert hij zich tegen mij. Stop eens. Oh, hij is wel met één klap dood. Oké, dat scheelt dan weer voor mij. Maar dat was wel een goed gevecht. Daar had ik wel op willen inzetten dat Bob gaat winnen. Dat Bob gaat winnen. Ja, dat is makkelijk zeggen achteraf. Want ik weet nu... Auw, stop eens. Ik ben gewoon rustig aan het wandelen hier. Hallo? Waar kom ik vandaan? Oh, dit is zo slecht weer. Jongens, ik ben echt geen Minecraft pro. Jullie merken het maar weer. Verschrikkelijk. Ik denk dat ik trouwens... hier vandaan kwam. Zou het... Oh, nou, er zijn hier wel zeker veel mobs. Hey, deze grote ruimte, daar ben ik geweest inderdaad. Dat weet ik. Oh... Ontplof maar bij de skeleton creeper. Oh. Ik denk dat ik hier vandaan kwam. Zou het? Oh, creeper midden op... Oh, 3 creepers? You gotta be kidding me. Stop. Creepers. Stop pesten. Ik kan geen kant meer op. Hij moet nu doodgaan. Oké, hij ploft. Ja, zonde. Maar het kan niet anders. Kom ik hier uit? Echt, creepers. Ik haat ze. Verschrikkelijk. Ja, ontplof maar weer. Nog meer creepers. Jongens, ik denk niet dat ik hier vandaan kom. Maar ik heb hier wel iron zitten hakken, denk ik. Ik moet toch hier vandaan komen. Maar hoe kunnen we dan nu alweer... Ontplof. Ontplof bij de skeleton. Oké, top. Dat was echt een goede actie van mij. Al zeg ik het zelf. Alweer? Kijk, doen we gewoon nog een keer. Ik ben oprecht verdwaald. Dit is verschrikkelijk. Ik wil gewoon naar huis. Ik wil niet meer. Laat me gaan. Een spider. Huh. Hier ben ik zeker niet geweest. Ik heb ook het gevoel dat ik de hele tijd dezelfde rondjes loop. Hier is allemaal weer nieuw iron. Oké, daar kom ik zeker niet vandaan. Laat me weg. Ik wil gewoon... Nee, ik kom er ook niet vandaan. Jongens. Wat moet ik toch... Hier in de caves. Ik ben helemaal verdwaald. Ik ga gewoon terug proberen te rennen. Ik denk dat ik... Nee, hier kwam ik ook niet vandaan. Hè? Ik snap helemaal niks meer van, joh. Nee, huh? Waar kom ik nou vandaan? Net was ik nog bij die grote open ruimte. Dat herkende ik nog tenminste. Maar dit is helemaal verschrikkelijk. Ik denk hier? Misschien toch, ja, hier ga ik tenminste naar boven. Dat is weer één goed teken. Ja, oké, kijk. Hier zijn we weer bij de grote ruimte. Yo, er spannen hier zo snel nieuwe mobs. Oh, dat is echt verschrikkelijk. Kijk dan. 3 skeletons en een zombie. Is toch niet te doen? Wie heeft dat bedacht? Oh. Ja, oké, ik ga dit gewoon dichtbouwen. Hier kom ik denk ik niet vandaan namelijk. Hier heb ik gemined. Oké, we zijn een stukje dichterbij denk ik. Hier, hallo? Nee, hier ben ik al een keer geweest. Dit herken ik. Oh, het gaat... Oh, verschrikkelijk jongens. Dirt zijn twisten. Ik weet je wat ik gewoon ga doen? Jammer gewoon, ik ga gewoon recht omhoog... Hé, stop. Ik ga gewoon recht omhoog bouwen. En gewoon, dan kom ik maar boven de grond weer uit. Want dit is, nou ja... Dit is diep triest. Ik denk niet dat ik hier ooit nog de weg naar buiten had gevonden. Ik hoop niet dat er nu heel veel gravel op mijn hoofd valt trouwens. Want dan ben ik ook flink de pineut. Maar dat maakt niet uit. Kijk eens aan. Zo gaan we alweer omhoog. Ik ben alweer level 60. Oeh, dan zou ik alweer boven moeten zijn. Zit ik midden in een berg. Oh, het is ook nacht. Jakkes. Dat is ook niet helemaal ideaal. Oké, waar ben ik? Oh, huh? Ik ben letterlijk hier. Ik zat gewoon weer onder mijn huis. Oké. Nou ja, weten we dat ook weer voor de volgende keer. Dat ik echt verschrikkelijk slecht ben. Dat ik niet zomaar een cave in moet gaan. Omdat ik dat gewoon niet kan. En er zijn monsters dichtbij. Geweldig. Wat is dit voor een hoofdverloze actie. Nou ja, ik ga gewoon hier dan verder met de mijn. En ik ga niet dan die cave in. Dan gaan we gewoon recht naar beneden. Ik ben ook maar echt een mini stukje opgeschoten. Hier gaan we gewoon naar beneden hakken. Ja, hier kom ik vandaan. Ik wil toch even kijken, jongens. Lol, ik had hier gewoon... Hier ben ik zo vaak langs gelopen. Dit is die spin van daarnet. Nou, dit is echt verschrikkelijk. Oké, ik ga gauw hier verder. Want dit wordt hem dus niet. We gaan dit dichtbouwen. Ik schaam me diep. Dit is echt ongekend. Waar ik hier een beetje naar niveau 12. En dan wil ik zo'n kamer maken. En dan gewoon, zeg maar, in alle hoeken gaan stripminen. Ik denk dat dat namelijk best wel een goede tactiek is. En dat je dan best wel een groot gebied uitkampt. Want we gaan voor die diamonds, maar ik betwijfel of het gaat lukken. Oh, hier ook al dat stinkgravel. Zo, dat ging echt totaal niet goed. Jee, hier ook weer dat gravel. Let op, hè. Oh, dat is echt pro-gameplay. Pro-gameplay. Geniet hiervan, jongens, want dit maken jullie niet vaak mee van mij. Hoppakee. Lekker, naar welk niveau zitten we? Op 30? Ik heb het gevoel dat we de hele tijd al op 30 zitten. Dat we gewoon echt niks naar beneden gaan. Nou, we gaan ook best langzaam naar beneden, moet ik zeggen. Maar ja, dat geeft natuurlijk niet. Want uiteindelijk gaan we dit helemaal uithakken. En dan kunnen we gewoon naar beneden springen in de mijn. Dat vind ik denk wel sick. We gaan gewoon langzaam maken we progressie in de wereld. En voordat je het weet, jongens, dan zijn we gewoon helemaal de hele wereld volbouwd. Elk blokje heb ik iets gebouwd. Zeg maar, elk blokje heb ik iets gebouwd. Ik bedoel, elk plekje dat je iets kan bouwen, heb ik iets neergezet. Ja, dat is helemaal top. Oké, kijk, nu zitten we wel... ik denk dat we tot niveau 10 gaan. En dat we daar echt dan gaan uithakken. Dus hier, kijk, precies. Oh, goud ook gewoon. Oké, dat kan niet beter, joh. Het goud nemen we gelijk mee. Dat wil ik eigenlijk... Ik weet niet, waar kan je goud nou echt goed voor gebruiken? Ik denk goud, ja, voor gouden armor natuurlijk. Voor naar de nether. En een kompas of zo, of een klok heb je het voor nodig. Maar ik weet eigenlijk verder niet echt waar je goud, nou ja, echt per se voor nodig hebt. Ik ben daar eigenlijk wel benieuwd naar. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb altijd hak ik goud mee. Want ik denk, hè, goud is goud. Is vast zeldzaam. Je komt niet heel veel tegen. Op zich wel een beetje, maar dat valt ook wel weer mee. Maar eigenlijk weet ik helemaal niet waarom ik het altijd meeneem. Echt, ja. Laat het weten als jij nou iets weet wat echt cruciaal is. Waar je goud voor nodig hebt. En dat je het gewoon... Waar je op verzoek moet gaan voor goud. Want ik weet het dus niet. Ik denk, ja, ik zou het echt niet weten. Alleen een klok, dat is het enige wat ik kan verzinnen. Nu we hier beneden aangekomen zijn, gaan we naar de tweede reactie. En de tweede reactie is van Minecraft Studios. En die zegt, paarden kunnen in het echt wel zwemmen. Dus ik vind het ook raar. Ik had er natuurlijk in de vorige video over dat paarden in Minecraft niet kunnen zwemmen. En dat ik dacht dat ze in het echt wel kunnen zwemmen. Dus dat het, nou ja, best raar is dat ze dan niet echt... Ze kunnen niet gewoon zwemmen. In Minecraft, ze gaan letterlijk, als je hier begint, gaan ze gewoon vroom, in één keer naar beneden. En ik had dus ook opgezocht na deze reactie. En inderdaad, paarden kunnen wel gewoon zwemmen. Het is wel heel veel intensiever dan gewoon bijvoorbeeld een normale training voor paarden. Dus ze kunnen niet uren zwemmen. Maar ze kunnen wel gewoon zwemmen. Dus Minecraft, fix je game. Dit vind ik heel slecht van je. Want ik wil gewoon lekker met mijn paard kunnen zwemmen. Al is het maar een heel klein stukje, een klein riviertje over. Het moet gewoon kunnen. Punt uit. Kijk, we hebben hier trouwens nu wel een plekje. En wat ik dan bedoel is, hier komt dan bijvoorbeeld gewoon water onder. Dus wacht, dat moet even kijken, want dat is dan... welke blokjes allemaal, want dat zijn dan deze. Dit is dan het midden, dus dan zo. En dit, als het goed is, moet er dan hier allemaal water komen. En dan kunnen we gewoon naar beneden springen. Dus laten we dat doen. Trouwens, stel ik plaats hier nu water en ik ga dit allemaal weghakken. Hoe kom ik dan ooit weer boven als ik eenmaal ben gesprongen? Ik denk dat we dan gewoon een keer eventjes met ladders of zo omhoog moeten bouwen. Maar ik denk dat we nu ook niet echt meer gaan minen. Ik bedoel, ik heb mijn avontuur in de cave wel weer gehad. Dus genoeg avontuurlijke dingen voor vandaag. Want nou ja, het eindigt verschrikkelijk. Dus ik ga dit gewoon al een beetje... Nou, ik laat dit nog wel staan trouwens. Ik ga gewoon dit midden weghakken. Zodat we wel al kunnen springen naar beneden. De volgende keer dat we dan naar beneden willen, gaat het wel wat sneller. En dit kost niet heel veel moeite om weg te hakken. Dus dat scheelt gelukkig. Ik word er wel een beetje duizelig van. Jemig. Altijd dat in rondjes rennen op en neer. Hé, torch. Oh, oh. Mijn water is nu... weg. Kijk, je ziet het weggaan. Oh, waarom zit daar gravel? Waarom? Spel. Gun mij eens een keertje iets. Ja, weet je, laat het dan ook maar helemaal zitten. Dan heeft het ook gewoon geen zin meer om het weg te halen. Want ja, als er gewoon... ja, rip mijn water. Nu kom ik hier ook hier weer omhoog. Nou, we doen maar zo. En dan gaan we hier, ja, dit even dicht. En ik moet al even dit... even zo een beetje dicht bouwen. Nou, dit was me weer een avontuurtje, jongens. De cave, het ging verschrikkelijk fout. En dit. Wat is dit, jongens? Laat in de reacties weten als jullie een idee hebben wie dit kan zijn. Wat er gaat gebeuren. Want nou ja, zoals ze zei, dit is dus het begin. Hier, you will never know what's next. Dus er kan nog iets verders gebeuren. En we weten het gewoon nog niet. Ja, wie weet, zien we het snel, zien we het niet snel? Gaat het grote gevolgen hebben? Gaat het geen gevolgen hebben? Of is het gewoon radiostilte aan de overkant en horen we hier nooit meer iets van? Maar laat even een blauw duimpje omhoog achter. Als jullie tot hier hebben gekeken, ben je echt een baas. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Joejoe!